daarin was Suarez de allerslechtste. Daarna gingen we over naar het positiespel. Suarez verloor elke bal. Vervolgens gingen we over naar de 11 tegen 11 partij. Ik ben Jeroen Veldmaten. Ontzettend leuk dat je kijkt naar de interview voor voetbalontwikkeling. Ik kom in eerste instantie uit Groningen, kom uit de jeugdopleiding. Heb van mijn 9e tot mijn 21e daar gespeeld. Ik debuteerde op 18-jarige leeftijd uit bij NEC. Hey, ik was super trots. Daar heb je de hele tijd zo lang voor gewerkt. Dus dat zijn dingen die je altijd bijblijven. Je debuut, je eerste doelpunt, een promotie die je behaalt. Dus daar weet ik nog alles van. En, we stonden met 4-1 achter en de trainer die dacht van, laat Jeroen er maar in gooien. Want we hadden volgens mij ook een man minder. Dus nog een verdediger erbij, schade beperken. En iedereen heel teleurgesteld na de wedstrijd. Volgens mij was ik de enige die blij was met mijn debuut. Vroeger toen ik zelf jong was, toen keek ik gewoon heel erg naar wat oudere spelers deden. En toen dacht ik altijd al bij mezelf van, als ik zelf die leeftijd bereik als voetballer, dan wil ik het wel anders doen. Want de oudere jongens van vroeger, die waren voornamelijk gewoon, eigenlijk bijna 90% van de tijd gewoon hard tegen je. En daar moest je dan als jonge jongen maar doorheen boksen. Kwam je daar doorheen, dan ging het meestal wel, had je meestal wel een aardige carrière voor de boeg. Bij Sparta inderdaad. Een jaar aanvoerder geweest, dat was op best wel jonge leeftijd, toen was ik 22. En de afgelopen 2 jaar bij Go Ahead Eagles ben ik ook aanvoerder geweest. Ja, dat is gewoon, ik voel me daar heel prettig bij. Maar ik ga zeker niet anders doen dan als ik de band niet om had. Je moet het ook weer niet overschatten, vind ik altijd. Je moet ook echt wel jezelf blijven. Anders prikken je medespelers daar ook echt wel doorheen. Dus als jongens geforceerd heel veel gaan coachen, constant dingen gaan aangeven. Ja, op een gegeven moment, spelers voelen dat, trainers voelen dat en dan is het niet meer natuurlijk. Dus je moet het ook zeker niet overschatten of je nou een band om hebt of niet. Je moet gewoon doen waar je je goed bij voelt en waar jij denkt dat je voor staat. Ja, we Groningen wel met het geluk gehad dat je met een aantal grote namen hebt kunnen trainen en kunnen spelen. Op dat moment weet je ook niet dat ze zo groot worden. Met Suarez heb ik een aantal keer getraind. Dat was aan het einde van het seizoen. Mochten talentvolle jongens die mochten af en toe met het eerste elftal mee trainen. En Suarez die speelde toen al in het eerste elftal. Nou, we begonnen met een paas- en trapoefening. Daarin was Suarez de allerslechtste. Daarna gingen we over naar het positiespel. Suarez verloor elke bal. Vervolgens gingen we over naar de 11 tegen 11 partij. Die eindigde in 2-0 en 2 doelpunten van Suarez. Dus dat was Suarez. Met Van Dijk heb ik bij de belofte gespeeld. Dat was nog wel een hele jonge jongen toen. En op dat moment waren Daryl Lachman en ik meer bij het eerste elftal. Waardoor Van Dijk nog wel eens op de bank zat bij het tweede elftal. Maar hoe hij zich daarna heeft ontwikkeld is natuurlijk stormachtig. Na mijn periode bij Heracles was ik toe aan iets nieuws. Ik wou graag ergens fris op nul eigenlijk beginnen. Toen ben ik naar Denemarken verkast, naar Viborg FF. Hoogste niveau van Denemarken. En eigenlijk heb ik van die periode als mens denk ik het meest geleerd. Terwijl dat eigenlijk de slechtste periode was in mijn voetbalcarrière. Dus dat bewijst ook wel weer dat je niet alleen kan groeien van positieve momenten in je carrière. Maar juist ook heel erg van tegenslagen. Ik begon daar eigenlijk best wel goed. 10 wedstrijden gespeeld. Ging eigenlijk hartstikke goed. Toen kreeg ik een blessure. Eigenlijk alles wat je
in het buitenland niet moet hebben. Dat heb ik daar gekregen. Blessure. Ik was daar alleen heen gegaan, zonder familie, zonder vriendin. Maar daar kwamen letterlijk de muren op een gegeven moment op me af. En na anderhalf jaar contract hebben wij het gestopt op dat moment. Hebben we met de club in overleg het contract gestopt en ben ik teruggegaan naar Nederland. Omdat ik daar gewoon niet de juiste balans had in mijn leven. Het was alleen maar trainen, gezond eten en focus. En die spanningsboog die was op een gegeven moment gewoon te lang gespannen. En daardoor werd ik er niet gelukkig van. Voor de training ben ik altijd al vaak bezig met losmaken en een bepaalde voorspanning creëren voor de training. Vervolgens wordt er getraind. Het zit niet echt in mij om rustig te trainen, dus het gaat bijna altijd volle bak. Na de training ligt een beetje aan de training, ligt aan hoe ik me voel. Ik eet gezond, ik laat me vaak behandelen door de fysiotherapeuten. Ik neem heel vaak een ijsbad, helemaal na zware inspanningen. Dan zit het gedeelte op de club er eigenlijk op. Dan ga ik naar huis. Vaak ben ik dan rond eind van de middag ook nog bezig met oefeningen voor mijn Achillespees. Om die sterker te krijgen. Gezond eten, rust nemen. Ik heb hier thuis ook een aantal apparaten. Om mijn spieren soepel te houden eigenlijk. Om daar van een zware training of wedstrijd goed te herstellen. Dus eigenlijk gaat het bijna de hele dag door. Qua krachttraining voor de benen doen wij op dit moment meestal twee keer in de week. En ook twee keer in de week voor het bovenlichaam. Alleen als jij op jonge leeftijd al er echt voor gaat leven, dan zit dat op een gegeven moment in je systeem. En dan voelt het niet meer als, als een echte belasting. Maar dan is dat gewoon op dat moment gewoon een manier van leven. Dat is ook precies wat een Dusan Tadic bijvoorbeeld op zo'n jonge leeftijd al goed voor het snotje had. Dat je gewoon een bepaalde basis creëert en het eigenlijk steeds alleen maar professioneler maakt. Daar kan je gewoon ontzettend ver mee komen. En Tadic is eigenlijk de voorbeeldprof. Hoe hij in de tijd van Groningen al met zijn vak bezig was. Dat was echt bizar. Zo sterk al en na de training, voor de training, altijd bezig met zijn vak, met zijn voeding. En het is eigenlijk alleen nog maar meer geworden als ik de verhalen hoor. Dus daar kan je heel veel van leren. En ik zag hem wel veel bezig in de gym en ik had wel goed contact met hem. Dus op den duur probeer je een beetje op te trekken aan hem. Dan ga je meedoen. Maar wat hij deed in de gym, daar deed ik ongeveer de helft van. En dan was ik helemaal kapot. Alleen dat soort gasten is wel echt ontzettend goed. Want ik merkte al na twee weken merkte ik al het voordeel van het werk wat we deden elke dag. Wout Weghorst is daar ook een heel erg goed voorbeeld voor. Waar ik mee heb gespeeld bij Heracles. Ik heb dat niveau helaas niet kunnen bereiken. Maar die jongen die kwam ook. Die speelde daarvoor nog bij de amateurs. Hij stond wissel bij Emmen. Ja, het verhaal is wel bekend. Als jij er op die manier zo voor leeft. Ja, op den duur dan gaat het zich uitbetalen. Dat gaat absoluut niet na twee weken komen. Ook niet na twee maanden. Misschien wel niet na twee jaar. Maar als jij er zo mee bezig bent. En je elke keer weer doorontwikkelt. Jezelf sterker maakt. Dan voel jij gewoon meer werk uit. Dan je concurrent of dan je andere medespeler. Dan ga je hem inhalen of dan ga je er voorbij. En op den duur dan word je daarvoor beloond. Daar ben ik van overtuigd. Ja, dat leren dat houdt eigenlijk nooit op. Je kan jezelf altijd ontwikkelen op elke leeftijd. Iedereen doet het op zijn eigen manier. De een is op zijn 18e al heel volwassen. En de ander begint daar op zijn 24e pas mee. Dat is ook helemaal niet erg. Ja, als je maar wel constant daarvan leert en jezelf afvraagt van waarin kan ik me doorontwikkelen en hoe ga ik dat doen. En dat is op mijn 31ste op dit moment ook nog steeds mijn drijfveer.
Want ja, wie weet promoveer je wel met Go Eagles. En loop je op je 32e nog wel weer in de Eredivisie te spelen. Ja, dan moet je ook weer een beter niveau laten zien. Dus ja, daarvoor train ik elke dag. Daarvoor speel ik de wedstrijden. Daarvoor doe ik mijn krachttrainingen. Eet ik gezond. En ja, dat is eigenlijk allemaal om nog steeds het beste uit mezelf te halen. Wil jij deze door mij gedragen voetbalschoenen winnen? Volg dan Voetbalontwikkeling op Instagram of abonneer je op het YouTube-kanaal.